Saxion, ja, dat is dus onze grote buurman, zo noemen wij haar of hem. U ziet het, overal zijn ze tegenwoordig om ons heen. Daar, daar en u komt natuurlijk voor deze mooie panden waar wij als buren erg blij mee zijn, want het is echt heel mooi geworden. Ik wil niemand tekort doen, hè, want het museum wat daar stond was echt niet fraai. En ook die oude aula van Vredehof, nou, ik vond het niet wat. En als je nu ziet wat er voor terug is gekomen, dat is echt geweldig. Dat doet Enschede goed, maar gelukkig ook vooral de Tromplaan. Dus die paar maanden overlast, hebben we echt niet heel veel last van gehad. Die nemen we graag op de koop toe. Ik vind het geweldig. Ik ben blij dat met zo'n buurman. En wellicht breiden ze nog meer uit en komen ze nog dichterbij. Jongens, succes!